Jullie hebben een open dag gehouden. Van waar? Nou, we hebben het eigenlijk aangesloten bij de Nationale Burendag. Die is morgen. En we willen graag de mensen informeren welke werkzaamheden wij aan het spoor doen. Je moet het zo voorstellen, bewoners die wonen aan het spoor en die krijgen dan een brief. Er zijn werkzaamheden vannacht. Maar ja, wat doen we daar nou eigenlijk? En wat is dat geluid wat we horen? Nou ja, zoals u al ziet staat een grote machine achter mij die wordt ingezet. Maar er zijn nog heel veel andere aspecten die daarbij komen kijken. En op deze dag proberen we daar meer zicht op te geven. Zodat ze ook een beetje zich bewust worden van wat nou eigenlijk het spoor inhoudt. En daarnaast willen we heel graag bereiken dat we de mensen beter informeren over wat er nou bij het spoor komt kijken. Hoe we jonge mensen weer aan het spoor kunnen binden en enthousiasmeren om ook de techniek in te gaan. Wat hebben jongeren zoal nodig om zeg maar, in de toekomst bij Volkerenrail te kunnen werken? Nou, we zijn vooral op zoek naar mbo en hbo, elektrotechniek. Dus dat is het uitvoerende personeel. En nou ja, als je gediplomeerd bent op die richting, dan kun je gewoon solliciteren bij ons. De nood is hoog in de hele markt. Dat zie je ook bij andere spooraannemers. Het is gewoon een kwestie van een sollicitatie sturen. En we zorgen dat je zo snel mogelijk op gesprek komt. Er zijn ook altijd mogelijkheden om mee te kijken, een dagje mee te kijken, stages te doen, afstudeeropdrachten. Dus dat is een heel scala om een beetje bekend te raken met het spoor en wat erbij komt kijken. En hoeveel mensen werken er nu in totaal zeg maar, bij Volkerenrail? In totaal 1500 en ik denk dat de helft daarvan ongeveer buiten in het spoor werkt. Echt 500 mensen die er met de voeten tussen de rails staan en aan het werk zijn. Nou, en dat is... Voor Volkerenrail werken we in een x-aantal gebieden in Nederland, als het gaat om onderhoud. Dus dat is op veel plekken. Maar u zegt x-aantal gemeenten in Nederland. Werkt u ook in het buitenland? Volkerenrail werkt niet in het buitenland. En het gebied waar wij het nu over hebben is gebied Twente. ProRail is eigenaar en wij als onderhoudsaannemer voeren het onderhoud uit voor ProRail. Om te zorgen dat en de infrastructuur van voldoende kwaliteit is. En te zorgen dat de storingen zo minimaal mogelijk zijn. Mijn naam is dus Elena Ganina en uitvoering fysiek binnen gemeente Almelo is dus verantwoordelijk voor de hele leefomgeving van de gemeente van Almelo. Dus dan kun je denken aan groen, aan de bestrating, aan de verkeersborden. Het omvat eigenlijk heel veel dingen. Nou, voor ons is het op dit moment heel erg belangrijk en dat is ook de reden dat we hier nu staan op Inwonersdag. Het is voor ons heel erg belangrijk om jullie mening te horen, dus de mening van de nieuwe inwoners. Om te kijken van hoe ervaren zij de leefomgeving en wat kunnen wij gaan verbeteren. Meneer Langius, kunt u iets vertellen wanneer u precies in Almelo komt wonen? Het is de bedoeling dat wij half januari in Almelo komen wonen. Dan is ons huis beschikbaar. Nou, met een beetje gedoe en een beetje verhuizen. Nou, begin volgend jaar. Ik kom zo uit Rezen en mijn vriendin komt uit Wierden en zodoende zijn we in Almelo terechtgekomen. Ja, ik heb namelijk zin in Almelo. Fijne stad. En heb je ook al iets met cultuur geproefd of de kroegen gezien? En wat vind je vooral erg leuk in Almelo? Ik vind het Amaliaplein een gezellige plek in Almelo. En verder hoop ik vandaag door de historische wandelingen meer te zien. Ik ben er wel eens geweest, maar niet speciaal voor de bibliotheek, maar meer voor informatie over Almelo. Maar ik wil toch nog eens een keertje even wat weten vooral ook over het lezen van e-books. Want ik heb zelf net hier bij een groepje studenten. Die werken nu bij het ZGT.
En hebben hun plek gevonden in Almelo de Riet en in de Oskoppelenhoek. En dat bevalt ze ook hartstikke goed. En, ik hoorde dat ze het hartstikke leuk vinden ook om zo'n uitnodiging voor een dag als vandaag te krijgen. Om wat meer betrokken te raken bij wat er allemaal in Almelo gebeurt. Dus helemaal top. Ik hoop dat u met heel veel plezier hier bent. Maak ook kennis met elkaar als nieuwe inwoners van deze mooie gemeente. En als u straks het gebouw gaat bekijken waarin we werken, dan zult u zien dat het niet alleen een heel mooi en plezierig gebouw is om in te werken, maar eigenlijk ook wel een beetje een paradepaadje voor onze start. Helemaal bovenin kunt u over uw nieuwe gemeente, over uw nieuwe woonplaats, kunt u uitkijken. En als u een stadswandeling maakt, dan zult u zien dat Almelo een stad is van oud en nieuw. Hoe vind je dat je hier in Almelo daarbij betrokken bent? Heel erg leuk, want kunst en cultuur is zeg maar het enige niet harde onderdeel van mijn portefeuille. En daar ben ik echt super blij mee, want daarmee kom je toch met beide benen weer in de wereld terecht. En ja, kunst is heel erg mooi. Ik ben Alice van der Pol. Ik maak beelden en dan gecombineerd met glas. Ik ben al 17 jaar ongeveer aan het beeldhouwen met steen. En een aantal jaren geleden kwam ik met glas in aanraking. En dat vond ik zo leuk dat ik daar ook mee verder gegaan ben. En inmiddels combineer ik dus steen met glas, zoals in dit beeld. Dan maak ik het glas helemaal op maat dat het naast het beeld past. Of in het beeld. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Nou, dit is een kunstwerkje. Mixed media, zoals dat heet. Er zitten diverse dingen in verwerkt. Het rode is een gedraaide foto van een kleurige achtergrond. Hier dit figuur, een beetje een spookachtig iets. Deze foto is gemaakt in Ljubljana, in Slovenië. Hier het kerkgebouw wat je ziet, dat is een schilderij van Lamant Jean-Michel. Die heb ik dat schilderij weer gefotografeerd, de kleuren weer veranderd. Dat vond ik wel passend bij dit bij een spookachtige iets. En ik heb hier dan de maan erin gefotoshopt. En die maan is hier gewoon achter thuis gefotografeerd. En zo ben je een beetje aan het spelen met kleurtjes en sterktes om tot een kunstwerk te komen. Ik ben officieel beeldhouwer, maar daarnaast doe ik heel veel aan keramiek. Eigenlijk is de laatste jaren meer het accent nog gekomen op keramiek dan op beeldhouwen. Hier staat heel veel werk wat ik in de loop van de jaren heb gemaakt. Er is ook vaak heel veel belangstelling voor hoe bijvoorbeeld die ballen gemaakt worden van gietklei. Het hele proces vind ik leuk om uit te leggen. En het is natuurlijk altijd leuk als mensen je werk ook waarderen. Dan heb je toch een beetje het gevoel van ik draag toch iets uit om andere mensen ook een beetje blij te maken. Je bent een van de mensen die deze atelierroute georganiseerd heeft en al jaren doet. Je staat hier in je eigen, tussen haakjes, atelier. En wat maakt dat jij zoveel schildert? Ja, ik heb eigenlijk altijd geschilderd en ik heb een opleiding gehad aan de AKI. En als het eenmaal in je bloed zit, dan kan je het niet meer laten. Dus ik blijf net zo lang doorgaan tot ik het niet meer zie. Ja, ik werk inderdaad voornamelijk met steen. Abstract, dat wel. Maar het heeft ook soms echt een figuratieve deel in zich. Maar nooit echt volledig uitgewerkt zoals mensen het waarschijnlijk direct herkennen. Dus het meer abstracte, soms zelfs cubistische werk is wel mijn stijl. De meeste mensen kennen mij als muzikant en als hartenmaker. Grafkistjes en urnen ben ik sinds 2010 maak ik die. Maar sinds kort bouw ik ook akoestische gitaren en die zijn zeer positief ontvangen, waardoor ik nu eigenlijk dagelijks met gitaarbouw bezig ben. Ineke Hofstee is een van de 37 kunstenaars die meedoen aan de atelierroute. Ineke, kun jij vertellen waar jij je meest door laat inspireren? Oh, ja, dat zie je in één oogopslag. Ik hou me altijd bezig met gebouwen, met stadsontwikkeling. Ik word niet blijer dan wanneer huizen of wanneer er gebouwd wordt en iets in de stijger staat. En dan kan het nog alle kanten uit. Waar bent u net geweest? Nou, ik heb de schilderijen van Ineke Hofstee bekeken. Want die kennen wij en dat vinden we erg mooi. En ook keramiek. Erg indrukwekkend en bewerkte natuurstenen. Dus je hebt er echt van genoten? Wij genieten van alles wat mooi is.
Bij de ingebruikname van een vestiging van Philips in Almelo in 1967 schonk de Eindhovense gloeilampenfabriek dit kunstwerk van Sjoukje Wiegersma aan de gemeente Almelo. Het staat in de Hofstraat aan het begin van de Gravenallee.